iedereen je naam? En waar ben je altijd samen? Het is zomer, het is feest. De muziek mag lekker luid. Iedereen komt zo naar buiten. Vogels fluiten, het is feest. Hey, hallo, dag lieve mensen. Kom erbij. Hallo, liefste schat van mij. Hallo, beste vriendin. Hallo, wereld, kom maar in. Hallo, feestjes en plezier. Hallo, Katrien. Zet de zomer op 10. Oh, wat leuk om jou te zien. Ik bewaar een plekje voor je, weet wel wie. Hallo, lieve gekke meid. Hallo, Katrien. Weet je wat ik nou zin in heb? Een jacuzzi met Johnny Depp. Pizza. Pizza? Ik weet niet. Zou ik 3 grote pizza's bestellen? Vraag eens aan Christel. Zoals de mensen tegenwoordig eten durven weggooien. Ik vind dat verspilling, hè? Maar ja. Ik heb ook nog de oorlog meegemaakt. Zeg, stel je niet zo aan. Zo oud ben je helemaal niet. Ja, de golfoorlog, hè? TV, hè? Ja, ja, nee. Maar vergeet vooral de grote hongerwinter niet. Vorig jaar, hier in Mechelen. Dat was afzien. Wat zit je nou uit je nek te lullen, oelewapper? Ja, het is toch waar, Roosie? De mensen smijten zoveel eten weg, hè? Ah, ik heb daar juist nog een blik ravioli opgewarmd. 2 jaar over datum, hè? Dat is niks mis mee. Dat is nog heel lekker, hè? Verdomme dat jeugd. Weet je zeker dat er niks mis was met dat blik? Hier, mijn kim. Een pukkel. Is dat nou zo erg? Ja, dat is zo erg. Maar hoe komt hij er zo ineens? Omdat wij veel te vet eten. Nou, overdrijf je niet een beetje? Overdrijven? Gisteren Chinees, eergisteren frietjes. En wat zal het vanavond zijn? Goed dat je erover begint. Daar wou ik nog even vragen. Wil je een pizza Hawaii of calzone? Amai! Hawaii? Oké. Oh, wat is dat nou weer voor ellende? Ik weet niet, maar het jeukt verschrikkelijk. Het lijkt wel beter. Susie ziet zich ook al een paar dagen te krabben. Susie. Marcel, eruit. Ik ga sluiten. En ik mag toch mijn wijntje opdrinken? Nee, eruit. Geen vuile parasiet in mijn kroeg. Vuile parasiet? Ik ben bij een van uw beste klanten, hè? Marcel, je zit onder de vlooien beter. Kom op. En je gaat onmiddellijk met Susie naar de dierenarts. Denk je? Wil je dat ze helemaal kaal gevreten wordt? Zometeen ziet ze eruit zoals jij. Dat moeten we niet meemaken. Hop. En je gaat je appartement helemaal laten ontsmetten. Jongen. Roosie! Wat meen je niet, hè? Hebben wij nu niks van groenten? Dit zijn toch groenten? Gebakken met rijst en zoetzure saus. Dat is een overschotje van de Chinees. Hé, wacht eens. Ik heb volgens mij nog groenten in mijn koelkast. Kijk, lekker. En gezond. Komkommersla. Komkommer is toch ook groente? 100 gram komkommer en 1/2 kilo mayonaise. Ben je gek? Ik zal morgen wel eens naar de groenteboer gaan. Dan eten we eindelijk nog eens lekker en gezond. Wacht. Wacht even. Ja. Ik heb nog iets. Ah? Sla. Er zit alleen nog wel een broodje omheen. Nou. Ah, lekker pizza. Heel lekker. Dat is dan €7,40. Ah ja, ja. Tuurlijk, ja. Alsjeblieft. Dank je. €7,40 is... Het is goed zo. Grazie. Ciao.
gast. Waarom heb ik daar niks tegen gezegd? Karen, Karen, Karen. Niet goed bezig. Helemaal gelijk, er gaat niets boven verse groenten. Precies. Rosie, heb jij geen goede, gezonde receptjes voor mij? Het enige wat ik heb is een gezonde eetlust. Ik ben nog niet bepaald Paris Hilton. Nee, die is bond. Hé, hey, dames, laat mij gezellig meelachen. Oh, gewoon. Ik ben op zoek naar goede, gezonde recepten. Oh, dan kan ik jou bij helpen. Echt? Mijn moeder heeft ooit eens een fantastisch kookboek geschreven. Ik zal het je lenen. Een gezond kookboek? Ja, onvoorstelbaar gezond. Dat hou je niet voor mogelijk. Alsjeblieft. Dat is gepast. Grazie. Ciao. Oh, heb ik weer niks tegen hem gezegd. Wat is dat toch met mij? Hey. Hey. Zin om te brunchen? Oh, lekker, ja. Ik heb trek. Ik heb sinds gisteravond al niet meer goed gegeten. Ah, net geleverd. Pizza. Om 11 uur 's ochtends. Pizza is toch altijd lekker? Dat is wel waar. Wow, behalve deze dan. Jasses, wat een gore smaak. Wow. Sunshine, het boek van mijn moeder. Ja. Voilà. Allemaal gerechten met alleen maar groenten en granen. Oh. Zeg maar, wel rare ingrediënten hoor. Spelt? Bulgur? Dat is nou macrobiotisch koken. Mijn moeder deed niks anders. Echt? Mm-hmm. Oh, ik wil het wel proberen. Het werkt alleen als je strikt aan de regels houdt. Regels? Oh, daar ben ik heel goed in. Koffie? Ja, lekker. Niet macrobiotisch, hè? Oh. Boekje? Oh, 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 Christel. Niet macrobiotisch. Nee, jij blijft buiten. Ja, maar ik... Nee, buiten. Wat krijgen we nou? Vlooien. Dat krijgen we als Marcel binnenlaten. Die heeft meer vlooien dan een gorilla met schurft. Ik heb geen vlooien meer. Ik heb me laten behandelen. En Susie? Het is nog met de dierenarts. En je appartement, heb je de ongediertebestrijding gebeld? Die komen morgen. Nou, kom dan maar binnen. Ah. En daar. Ja. Weet je zeker dat je geen vlooien meer hebt? Ja, maar waarom zit je dan zo te krabben? Omdat ik me afvraag waar ik vanavond ga blijven slapen. Ik weet nog wel een leuk plekje voor je. Ja? Bankie in het park. Ja. Oh, Marcel, maak je niet druk. Ik zorg voor een oplossing. Mag ik bij u blijven logeren? Nou, en daarom dacht ik, Marcel kan wel een nachtje bij jou logeren, hè, Christel? Ja, van Marcel ga je echt geen last hebben, joh. Zo'n lieve man. Ja, je gaat van mij geen last hebben. Ik kan mezelf onzichtbaar maken. Serieus? Hoe doe je dat? Marcel, wil jij niet liever bij Josje logeren, hè? Een onzichtbare man in mijn huis zeker. Nee hoor, dat vind ik veel te eng. Tot ons. Heel lief van je. Je gastvrijheid ontroert mij. Zeg, het is al goed. Zeg, wat is dat op je kin? Dat is toch geen vlooienbeet? Nee, het is een jeugdbuisje. Van ongezond eten. Ja, gezond eten, hè, is heel belangrijk. Zeg, als ik me iets kan helpen... Ik ga naar de groenteboer nu. Ruim jij een beetje op en vooral de keuken, hè? Komt in orde. Ja.
pizza lijn, hallo, hallo. Oh, pizza boy, waarom verlang ik... Wie is daar? Het is Marcelle. Marcelle? Wat kom jij hier doen? Christel heeft gevraagd of ik hier een dagje wou logeren. Ja, om in het huishouden te helpen en zo, hè. Dus ik vroeg me af als er iets moet gebeuren. Het is maar een woord, hè. Nee, nee, Marcel. Hè? Bedankt, Marcel. Dag. Nee, weer geen bereik. We zoeken een viervoeter in huiselijke kring en het bestaat uit vier letters. U kan bellen. Wat een gemakkelijke vraag. Helemaal open. Ik zal eens rap dat belspelletje winnen. Ze. Christel, die zal content zijn. Ze. Dus bellen is de boodschap. En wachten, zometeen gaan de lijnen open, dus probeer maar. Maar het is ook niet simpel om daar binnen te geraken. Nu zal het niet langer meer duren, hè. Wat is dat nu aan mij, zeg? Ik denk, ja, we hebben een beller, ja, oké. Okay. Marcel, hou jij die lijn al heel de tijd bezit? Ja, het is bijna aan mij. Hallo, sommige mensen proberen hier misschien ook eens te bellen. Naar wie moet jij bellen? Jan. Sorry, naar de dingen. Wat? Naar de pizzalijn. Dat is niet nodig, hè. Christel is boodschappen aan het doen. Ja? Hallo? Ja? Klap! Nu is het toch niet aan mij, zeg! Is het bellen? Bellen is het. Hallo! Hallo! Christel! Zeg, Marcel, jij ging toch de keuken opruimen? Ja, maar ik ga dat direct doen, hè. Ik ben de tv aan het afregelen. Wat is er mis met de tv? Hij gaf storingen op de telefoon. Storingen? Raar, hè? Maar dit is allemaal opgelost. Ah. Ja, maar goed, dan kijk ik wel om de problemen op te lossen, hè? Ja. Heel goed. En dat is nu aan Marcel. Ja, Marcel, zegt u het maar. Marcel. Geen Marcel, ja. Marcel? En Christel vond dat goed? Natuurlijk. Die was meteen enthousiast. Ongelooflijk. Ik zou binnen het half uur knettergek van hem zijn geworden. Die bemoeit zich overal mee. Nou, Marcel, een bemoeial. Je merkt amper dat hij er is. Wat is dat? Zilvervliesrijst, pompoen, selderij en zeewier. Wat heb ik misdaan om dat te moeten eten? Dat is macrobiotisch, dat is heel gezond. Ik, Karen? Ja. Maar ik heb niet zo'n honger. Ja. Zeg, wat gaan we deze namiddag doen? Kun je kleuren wezen? Of liever klaverjassen? Nee. Ja, we moeten met vier zijn, hè. Marcel, ik heb wel iets anders aan mijn hoofd. Ah, ik weet het. We spelen blad, steen, schaar. Nee. Ik verveel me! Hé, jij weer. Kom jij hier dikwijls? Belachelijk. Tuurlijk komt hij hier dikwijls. Ik bel altijd. Ja? Mag ik even binnenkomen? Nee, liever niet, want ik moet nog opruimen. Wat is er? Ik word gek van Marcel. Nu verveelt hij zich. Huh? En waar is hij? Hij is even een luchtje gaan scheppen. Zeg, ze hebben net gebeld van de telefoonmaatschappij om te zeggen dat hier vandaag alleen al voor €380 gebeld is. Daar heb jij toch niks mee te maken, hè? Ik? Nee. Nee, ik gebruik die telefoon amper. Marcel, ik wist het, hè? Oh, daar heb je dat lekkere ding weer. Waar? Oh, hij staat weer weg. Oeh, dat was de pizza delivery boy. Lekker kontje. Misschien moet ik zelf eens een keer een pizza gaan bestellen. Nee,
zou ik echt niet doen als ik jou was. Dat is echt niet tevreden. Dat meen je niet. Er zijn mensen in dit gebouw die die pizza verrukkelijk vinden. Hij is vandaag al 7 keer langs geweest. 7 keer? Wie bestelt er nou zo vaak pizza? Hey. Jij weer. Ja, ik weer, ja. Alsjeblieft. Dat is 8 euro en 10 cent. Heb jij... Wil jij... Kom jij hier dikwijls? Oh, ja. Elke keer als jij pizza bestelt, dan kom ik. Hè? Ah ja. Ah, ja. Tuurlijk, ja. Ja. Het is gepast, zeker. Grazie. Ciao. Doe je voorzichtig. Ga je naar die film kijken? Zit jij nog steeds met die pomp? Het is toch raar dat Sjaal dat karretje lag. Kom je? Waarom? Als ik terug ben. Maar toch, ik kijk meestal de zondagavond naar ZDF Duitsland. Die hebben zo van die prachtige muzikale shows, hè. We zullen goed uitkijken voor Ik hoef dat niet te zien, hè. Als je liever naar de film kijkt. Dus jullie zoeken hier? Ja. Nou, bij, het is een mooie film, hè. Je zult merken, de jongen waarvan je denkt dat hij... Marcel, verklap nu niet het einde van de film, hè. Nee. Ik wou gewoon zeggen dat hij op het einde zegt dat hij het toch gedaan heeft. Maar alleen Marcel! Zeg! Oh. Ik word gek van Marcel. Is het zo erg? Ja. Hij heeft vandaag al voor €380 gebeld op de vaste lijn. Hij heeft altijd opmerkingen over mijn eten. En ik kan niet eens tv kijken, want meneer wil per se iets anders zien. Dan kijk je toch zelf met mij mee. Oké. Jolanda's Jodelshow. Op Duitsland. Kijk ik altijd naar. Dat is net leuk. Chippy? Ik dacht dat wij gezonde groenten gingen eten. Nou, aardappel en paprika, dat zijn 2 groentes. Gezonder dan dit gaat het niet worden. Wat is dat? Kamerjas? Ja, dat is wel mijn kamerjas, hè? Ja, want de mijne kan ik niet gebruiken. Die ligt boven, in mijn appartement, door de vloer, hè? Ah ja. Je hebt daar toch iets onderaan, hè, Marcel? Ja. Mijn nieuwe halsketting. Hier, kijk maar. Dat is wel een speciaal ketting, hè? De ketting niet recht? Ontwaakt gij luie slaper, de koekoek roept u op. Koekoek, koekoek, de koekoek roept u op. Ik heb goed geslapen, hè, Karen. Wat gaan we doen vandaag, hè? Marcel? Wat is dat hier allemaal, zeg? Zoveel pizza. Hoe laat is het? 6:30. Ik heb er nog niet van gegeten. Marcel, ik ben moe. Wat is er mis, Karen? Vertel het eens aan ook aan Marcel. Wat is er nu allemaal met die pizza? Moet ik dat gaan uitleggen? En u durft die pizza jongen niet aanspreken? Stram, hè? Dat Karen zo verlegen kan zijn? Allee, wie hebt dat nu gedacht? Ah, ik snap dat wel. Ik ben zelf ook heel verlegen.
Maak dan een andere waas. Hoe groter de mond, hoe kleiner het hart. En als ik zo eens naar jouw mond kijk, dan heb jij een hartje ter grootte van een dopperd. Hey, als Karen zo verlegen is, wil dat zeggen dat ze het echt te pakken heeft. Ja, maar dat zeker. Hè? Ze zit al uren op haar kamer weg te dromen. Hè? Oh, die schat. Maar ze heeft wel smaak, hoor. Oh, ik vind die pizza delivery boy ook heerlijk. In tegenstelling tot zijn pizza's dan. Zeg, maar nu had ik gedacht, als wij hem nu zouden opbellen, dan kunnen we toch helpen dat gesprek op gang te brengen. Om Karen te helpen, hè? Wat is dat nou weer lief, Marcel. Je hebt toch een peperkoekenhart. Het is een klein peperkoekje. Een kruimeltje. De bel gaat. Karen, doe jij eens open? Huh? Ik je? Waarom kan jij niet open doen? Het is juist spannend. Hm? Ja, het zal zeker voor u zijn. Voor mij? Wie zou dat kunnen zijn? De pizzaboy natuurlijk. Huh? Ja, Marcel heeft de pizzalijn gebeld. Goed, hè? Nee. Oh. Echt? Hoor eens hoe content is. Zeg! Pieterboy, ons Karen, die stapelt zot van u. Wat een verhaal, zeg. Ja, die leuke knul die werkt daar dus helemaal niet meer. En niemand weet waar hij is gebleven. En die andere, dat was echt een hele vieze vent. Karen heeft er een beetje een trauma aan overgehouden. Ik eet nooit nog pizza. Deze is anders wel lekker. Hey, meiden. Passie. Hey. Is dat een macrobiotische pizza? Mm-hmm. Ga toch weg. Met al die worstjes zeker. Sorry, baas. Ik wou echt macrobiotisch eten. Nee, het geeft niet. Ik heb het ook nooit lekker gevonden. Ja, en ik dacht, jij bent toch Spelt een burger. Ik schijt toch uit, zeg. Ik heb nog nooit één gerecht uit mijn moeders kookboek gegeten. Ga eens aan de kant. Ik doe zo wel een stukje. Mensen. Ik heb groot nieuws. De ongedierte bestrijding is geweest. En ik heb officieel geen enkele vlo meer in mijn appartement. Dat is goed nieuws, hè? Ja. Dat is heel goed nieuws. Oh, Christel gaat je zo missen, Marcel. Ja, maar ze zal me niet moeten missen, hè? Hoe? Oh, ze hebben zoveel chemische producten gebruikt dat het zeker nog een week zal duren vooraleer ik mij naar huis mag halen. Ja.